Je kijk naar het weersjournaal van Weerplaza. Licht laag hangende bewolking boven Nederland, maar die bewolking is niet heel dik. Dat betekent dat het wel op de meeste plaatsen droog is. En af en toe weet de zon ook wel een enkel gaatje te vinden. Niet uitbundig, maar soms een klein straaltje kan. Vanochtend is het aan de frisse kant, 4 of 5 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur langzaam wat verder op om uiteindelijk uit te komen op een graad of 7. De wind begint wat toe te nemen, vooral in de kustgebieden waait het vrij krachtig tot krachtig. En later in de middag soms eventjes hard, windkracht 7 in het noordwestelijk kustgebied. Dan gaat het in de avond van het noordwest-uit regenen en dan stroomt ook nog wat zachtere lucht het land binnen. In de avond loopt de temperatuur eigenlijk alleen maar op. Morgen dan een zeer zachte dag. 10 of 11 graden op de thermometers, bewolking. Af en toe een spat motregen, maar geen grote hoeveelheden. Ja, later op de dag wordt het in het noorden wat, wat vaker nat. De wind die blijft vrij stevig waaien uit een zuidwestelijke richting. Maandag wordt de wind westelijk. Ook dan nog krachtig langs de kust. Met regen in de loop van de dag en hoge temperaturen. Het wordt opnieuw 10 graden, maar aan het eind van de dag begint het op te klaren. En dan stroomt koelere lucht het land in. Vanaf dinsdag 7 of 8 graden. En vooral dinsdag is het meest droog. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.